Hij staat. Drie vrouwen heel druk bezig. Kijk eens wat er in de woonkamer gebeurt. Er zijn drie vrouwen aan het klussen, hè, hiernaast. Nee. Kessidia! Gezellig. Met mijn mama. Ik vind het hier echt geweldig. Dat jij gewoon nog knapper kunt zijn. Wow. Dit is het geworden. Gaan we even kerst shoppen. De eetboom. We hebben hier gewoon een broccoli. Ga stappen voor een avondje in het buitenland. Ik ga nog even kort wat vertellen over kerst. Gisteren regende het letterlijk in mijn kantoor. En moet de hele vloer eruit op zolder. Jezus, wat een gedoe. Wat een gedoe. Ik heb een roze kamer. Oh, kijk nou. Kijk nou eens. Oh, wow. Oké, dit is eng. Dit is scary. Maar kijk het water. Oh, dit is zo leuk. Waar is nou de Erasmusbrug? Oh, volgens mij is... Ja, volgens mij is hier achter de Erasmusbrug. Ja. Oh my god, het is niet als je... Als je hoogtevrees hebt. En dit zijn volgens mij appartementen hiervoor. Oh, wat een gezellige kamer. Leo? Zit ik in kamer Leo? Jezus, dit is nog eens even een enorme tv. Oh, ik vind het echt wel een heel leuk kamer. Badkamer. Even mijn schoentjes uitdoen. Oh, kijk, nou, het is gewoon eigenlijk open. Hè, het is dat ik in mijn eentje ben. Lekker padje. Hier zo, en hier een toiletje. Tegeltjes zijn trouwens, oh nee, grijs. Het leek net donker paars. Maar, oh, we hebben hier allemaal lekkere dingetjes. Joy for head. Hier, wabi-sabi. Dat is de Japanse levenswijze. Een soort van doe rustig aan. Hair conditioner, body. Oké, Romee. Ik heb even omgekleed. Ik moet alleen nog even mijn hoofd poederen voor het etentje. Ik ben in het Bruno Hotel van Roommate. Althans, Roommate Bruno Hotel. Ik weet even niet hoe je het echt juist zegt. Maar het is heel mooi, want het zit hier in het gebied van aan de kop van Maas. En hier tegenover zit het andere hotel, Enhou. Dat is natuurlijk dat bekende hotel. En, fliks wat. En hier om de hoek zit natuurlijk Hotel New York. Daar ben ik ook heel vaak geweest. En dit hotel is nieuw en dat is extra leuk, want dit is gelegen in een oude theefabriek. Hier werden vroeger de theetjes opgeslagen van de Oost-Indische Compagnie. Verenigd Oost-Indische Compagnie. En dit was vroeger dus allemaal thee. Allemaal theeopslag hier. En daar hebben ze er ongeveer 219 kamers van gemaakt. En met heel veel leuke kleurtjes. En mijn kamer is dus lila. Lila paars versus zacht roze versus groen. Het is echt heel leuk. Ik word er helemaal vrolijk van. Ik vloek ontzettend met mijn rode outfit. En ik ben juist in Rotterdam. Ik ga even bij zitten. Ik ben in Rotterdam. Omdat ik vanavond ben uitgenodigd voor een heel leuk persdiner van IMM Cologne. En dat is de bekende designbeurs in Keulen. En daar ben ik afgelopen paar maanden geleden met ze mee geweest naar Madrid. En ze vonden het heel erg leuk om mij ook weer uit te nodigen voor dit eten in Rotterdam. En het design duo eigenlijk, Trulli Trulli. Dat is een Australisch stijl, wat al heel lang in Rotterdam woont. Die hebben hier hun design studio en hebben destijds in Madrid hun soort van tiny house concept gepresenteerd. En dat heb ik dus ook gezien. En dus nu hebben ze voor een leuke in-crowd, design in-crowd, hebben ze een leuk persdiner. En dat is ook wel heel gezellig. Want ik weet dat Patrick er is. Patrick Kooijman van Interiorator. Die ken je natuurlijk van die knalroze home tour. Joliene is er. Joliene van den Oever. Zij is onder andere bekend als journalist, maar ook van haar geweldige boek Hotel Amour, waar ik ook nog in sta, waar ik mijn honeymoon adres voor heb getipt. En als het goed is, komt ook Desiree van Forse Paris. Desiree, ik heb je al zo lang niet meer gezien. Ik hoop echt dat je er bent. Dus, en morgen heb ik een slaapkamer makeover van Swiss Sense in Rotterdam. Dus ik dacht, ja, ik moet donderdagavond in Rotterdam zijn. Ik moet vrijdag de hele dag in Rotterdam zijn. Wat gaan we doen? We regelen een hotel. En zo geschieden. Ik ben dus uitgenodigd door de media nanny om hier lekker een nachtje over nachten. En Jill zei, ik ben in mijn eentje. Want een manlief is zelf ook in het buitenland. Dus hij de hoort op, ik de hoort op, Kat lief alleen thuis. Hartstikke zielig. Maar ik heb er heel veel zin in.
er ook zijn. Twee oude bekenden. En we hebben hier Jolietje. Nee, ze zit niet naast je. Menu en we gaan aan de lamp. En vanavond begon ik me hier, groene tafel met groentes. En toen ging ik naar deze tafel, de reclining tafel. En dit is de serene tafel. Oh nee, dit is niet de serene. Dit is de. Hoi! Even mee! Heerlijk slapen. Hier met gordijnen open, met uitzicht op Rotterdam. Echt super lekker bed. En ik heb uitgeslapen tot 9:30. Het is nu 10:30 en we gaan lekker ontbijten. Drukke dag vandaag, want ik word vandaag flink aan het werk gezet. Daar nog even een stevig ontbijt om te nemen. Lekker ontbijten. Ik zit op een bankje van Marie Pico. En ik heb een lekkere cappuccino. Hier zo, cappuccino. En ik heb een American pancake. En ik heb een bakje yoghurt en nootjes. Ik ben eigenlijk alleen nog op zoek naar een vers sapje. Kijk, heb je ook leuke toiletjes. En die loopt zo van het hotel de foodhallen in. Goedemiddag. Hi. Oh, wat mooi. Het is een hotel. We zijn in de slaapkamer. We zijn met drie vrouwen heel druk bezig. Het zijn twee gordijnen aan het ophangen. Ik ga zo schilderen. Maar kijk eens wat er in de woonkamer gebeurt. Kijk, en alle mannen zijn gewoon aan het gamen. Er zijn drie vrouwen aan het klussen, hè, hiernaast. Dat je het even weten. Ja. We gaan eindelijk aan het werk. En wie heeft er net gewonnen? Niemand. Oh, niemand. We zijn allemaal winnaars. Oh, dat heb je heel mooi gezegd. Nou, en hier gaan we de intro opnemen. Ja. En ik ga vertellen jullie het kleine stukje wat we willen. Oké, we gaan beginnen. We lopen nu in de parkeergarage. We gaan het derde shot opnemen. Toen kom je nog eens ergens, hè? Ja, die was niet. Derde shot. Ik ga dit hier zo neerleggen. Ja, ik ga zo meteen naar binnen. Ik pak mijn camera. Ik ga klaarstaan en ik geef aan jullie een seintje dat we binnen mogen komen. Spannend. Heb je alvast de tepeltje? Ja, is goed. Mag het? Een slaapkamer makeover, super geslaagd. Ik ga nou lekker naar Haarlem. Ik ben echt kapot, maar echt super leuk. Dus weekend. Weekend! Het is 8:30, heel vroeg voor mijn doen. En we gaan naar Oost, we gaan naar Park Frankendaal. Want Sissy Boy heeft een heel leuk persontbijt. En ik ga met vriendinnetje Tess. En het is heel vroeg, het is eigenlijk net licht aan het worden. Batterij is op, ga ik even vangen. En dan gaan we naar Oost voor een heel gezellig kerstontbijt. Kerstontbijt. Ben ik altijd wel verliefd. Feitje, tijdens de bruiloft hier van mijn schoonzusje, dat is maar al 9 jaar geleden, heb ik het bruidspakket gevangen. Ik heb er niet eens zoveel moeite voor hoeven doen, hij viel zo in mijn armen. En ik weet nog wel goed dat vriend Lief, toen was hij nog mijn vriend, nergens meer te bekennen was. Dat is wel grappig. Ik zal even de plek laten zien waar dat gebeurd is. Kijk eens hoe mooi. Hier is dan het restaurant, hier kun je ook zitten, maar hierachter heb je de binnentuin.
En ik heb hier op dit plekje het bruisboeket gevangen. Nou, het heeft wel zijn vruchten afgeborgen. Duurde nog even 8 jaar. Maar, jongen. Daar zijn we. Met jou ook gedaan. Ja, superleuk. Wat vond je het lekkerst? Ik heb dus die salmen sandwich dingetjes. Die vond ik heel erg lekker. Okay. Ja, ik vond de wentelteefjes heel erg lekker. Ik heb alles door elkaar gegeten. Ik vond het heel leuk. Ziet er zo mooi uit. En ik laat nog even mijn favoriete hangertjes zien. Dit is een hele bijzondere. Wordt in Egypte gemaakt. Wist je dat? Die wordt dat heb ik dan weer niet gemaakt. Goed, en het varkentje ook. Maar je hoeft niet van te blijven. En we hebben hier een leuk koffertje. Deze is ook leuk, die heb ik ook nog niet. Ik liep gewoon zo ver. Terug van het persontbijtje Sissy Boy. En zoals je hoort op de achtergrond, wordt er bij ons op mijn thuiswerkplek hierboven wordt geboord. Want gisteren regende het letterlijk op mijn, in mijn kantoor. Er is een leiding gesprongen tussen de tweede en de derde verdieping. En het stroomde echt naar beneden. Echt via het ornament. Via mijn mooie lamp van Mooi. Van Marcel Wanders. En dat is eigenlijk doorgetrokken tot de woonkamer. Je ziet het niet. Maar hier zitten bruine vlekken. En het wordt een verzekeringskwestie. Maar ze zijn nu de inbouwkast op kantoor aan het openbreken. En hopelijk kunnen ze via daar naar de leidingen. En als het niet het geval is, dan moet de hele vloer eruit op zolder. De massief eikenhouten vloer. Het is geen laminaat wat erboven ligt. Het is massief eikenhout. En het is gelijmd. Dus dan weet je dat. Dat is echt verschrikkelijk. Haal je één plank eraf, dan trek je alles mee. Dus dat wordt ook een verzekeringskwestie. Het wordt allemaal... Ja, ik ben blij dat het wordt vergoed. Maar het gaat ook nog ontzettend veel tijd en moeite kosten. Maar ik zit met een dekentje, want we hebben ook geen warm water en geen verwarming. En vanavond wil ik toch echt wel even lekker warm douchen. Gisteren was het ook koud douchen. Even heel snel gedaan. Alleen, nou, ook mijn haar wassen. Maar, er zijn erge dingen in het leven. Maar ik ga nog eventjes mijn vlog editen, deze vlog. Ik loop heel erg achter, zoals jullie wel hebben gemerkt. Omdat ik heel veel hoogtoertjes had en samenwerkingen. Wat natuurlijk wel weer goed is. En vanavond ga ik met Danique, die net bevallen is. Althans, anderhalve maand geleden bevallen is. Of 2 maandjes alweer. Ga ik naar Leiden, naar een opening van een nieuw restaurant. Taboe, Mexicaans. Hartstikke lekker. We gaan nou even rustig blijven. Maar het was echt een... Het was gewoon zeiknat het kantoortje. En ik kon nog net mijn iMac redden. Anders was die gewoon kapot gegaan. En mijn externe harde schijven. Ik had er 2 gekoppeld aan mijn iMac. En het stroomde naar beneden. Ja, oud huis kopen is heel leuk. Maar dan moet je wel de risico's erbij nemen. Dus kijk, het schade is. Het wordt wel steeds kouder in huis. Het lijkt hier wel een houtzagerij. Het is een schade. 2 graden in de vloer. Het allerergste. Oh. Er komen meer gaten in de vloer. De vorige eigenaar heeft er een potje van gemaakt qua leidingwerk. Dit is gewoon puur gebeurd omdat het leidingwerk gewoon K is. Kent een van jullie toevallig de vorige eigenaar? Geef hem dan alsjeblieft een draai onder zijn oren. Dus, een leer. Pak altijd goed je leidingwerk aan en check het. Althans, toen we dit huis kochten kon natuurlijk niet checken, maar je neemt aan dat het gewoon allemaal goed wordt gedaan. Dit is echt amateuristisch gedaan. De loodgieters die waren helemaal verbaasd. Dus, kijk, massief eikenhouten vloer. Er gewoon uit. Puzzelstukjes, waar zijn de... Dat zijn de puzzelstukjes. En waarschijnlijk moeten we hier ook... Overal waar een verwarming is, moeten worden gezaagd. Omdat alle leidingen moeten worden aangepakt. Alle leidingen. Jezus, wat een gedoe. Ja, nu kan ben je weer lekker? Om 2 uur tussen hem, als ik anders heb een kind ze hebben gevonden. Oké, dus het wordt heel gezellig met jou.
er mooi op? Bijna. Oh, jij bent aan het filmen. Taboe. Oh, wacht even hoor. Wat zei je nou? Quesadilla. Goedemiddagavond. Hallo. Ik heb een date met deze. Pitty baby. Pitty baby. En we gaan vandaag naar de FIFA Awards. Oh nee, FIFA 400 Awards in Krasnopolski, hè? Ja. Want mevrouw is genomineerd. Ik niet. Ik ben dus een keer de plus 1. Twee vloggers op de Dam. Heel gezellig. Soraya heeft helaas niet gewonnen. Nee. Maar ik zeg dat hele avond, mij is ze al een winnaar. Ah, super lief. Ja, hè. Het was heel gezellig. Oké. Okay. En nu lekker naar huis. Ja, lekker slapen. Vandaag zijn we in het mooie Nooddorp. Ik heb een heel leuk eventje met Amanda. En ze helpen zo even op. Ik ben benieuwd. En daar is ze weer. Mijn chauffeur. Nou, ik pak net de vlogcamera erbij. Goedemorgen. Ik zit aan tafel met en Suus. Ik ben weer aan het eten. En weer met Amanda. We hebben een hele leuke presentatie gehad. Ja. En we gaan nu even lekker eten. En goed nieuws, want de nieuwste collectie van Woon ligt in de winkel, hè? Yay! Wat is jouw favoriet? Het is maandag. Ik ben gezellig. Okay. Met mijn mama. Met een vrouwtje met een rode jas en met een oranje jas. Wat gaan we doen? We gaan naar een pers-event van de Walra. Van de Walra? En je kent Walra van heel vroeger, hè? Van de lakens en de slopen en de theedoeken. Ja, en we gaan dus overnacht een heel mooi boutiquehotel. De Witte Dame in Apkoude. We zijn in Apkoude. Het is heel koud. En het wordt een eventje waar we worden opgemaakt. We worden op de foto gezet. We gaan lekker eten. En natuurlijk... Oeh, vrachtwagen. En natuurlijk slapen onder een Walra-dekbed. En we gaan eerst even opwarmen. Ik hoop dat ze wat lekkers hebben. Nog wat open komen. Ja. Wat is je Elise? Nou, kijk. Elisa en Inge. Oh, wat gezellig. Nou, man. Met je eigen huis zo. Met het lievelingsdekbed. Ja, met je lievelingsdekbed. Ja. Dat had ik al verteld. Ik zei, ik ben 66 en ik ging vroeger mijn uitzet sparen van de Walra. Ja, dat klopt inderdaad. Nou, toen zei ze, Walra, ik zeg, nou, dat is al zo oud. Ja. Ik heb er nog slopen in zo van. Kijk, dat in het badjasje staat klaar. Ja, en we mogen hem hebben, hè? Wat? Deze. Die mag jij hebben van mij. Moet jij die niet? Nee, die mag jij hebben. Ik mocht hem doorgeven. Niet. Kijk, ik mocht doorgeven waaronder we gaan slapen. Ja? En deze mag je hebben. En dat is 2,40 bij 2. Ja, maar moet jij die dan niet? Nee. Dit is dezelfde als die erop. Ja, leuk. Maar dan nog lange, hè? Ja. Ik vond deze wel mooi bij jullie. Ik vind deze leuk. Ben je een beetje blij met deze kamerman? Ik vind het hier echt geweldig. Ja, en dat is het allemaal waard dat, dat je papa alleen thuis hebt gelaten? Ja, ik weet niet als papa het zo leuk vindt, maar ik wel. Ik vind die lampen mooi. Zijn net van die bellen die als ze maar hier zien zitten, geloof je niet. Dat jij gewoon nog knapper kunt zijn. Ja. Het is toch niet te geloven? Kijk eens. Lijkt het wat? Heel mooi. Je ziet er prachtig uit. Ik vind het voorhand wel mooi. Ja. Het is toch netjes zo? Net is het geworden. Mooi. Moet wel even wennen hoor. Ja, je doet het hartstikke goed. Goedemorgen. Ik heb heerlijk geslapen. Mama heeft ook lekker geslapen. En schrik je ervan?
Het lag echt heel erg lekker. Ik heb het helemaal niet verteld, maar dit gebouw is een monumentaal pand. En het was voorheen het station van Apkoude. Het is op 3 na oudste monumentale pand van Nederland, toch? Ja, ja. Ja, hè? En dat hebben ze 2,5 jaar geleden, ze hebben het helemaal verbouwd, 7 jaar lang. En dat stond eerst leeg en nu wilden ze het slopen. Alleen de eigenaren van dit boutique hotel hadden zoiets van, nee, we gaan er een hotel van maken. En het heel erg goed, want ze hebben alles heel mooi ingericht, alles gerenoveerd. En eigenlijk zijn alleen de muren blijven staan en de rest is gestript. En dan hebben ze het hele mooie hotel hier gebouwd, dus dat is extra mooi. Ik ga zo lekker uitchecken en ik ga zo naar een hele leuke presentatie, trendpresentatie. Trend? Ja, waar ik wel een uur voor te laat ben, maar dat maakt helemaal niet uit. Oh, ik kom net al Apkoude. Net weer een uur later nog, in Amsterdam, Hotel Jakarta. Kijk eens hoe leuk, wat een gezellige, fleurige fietsjes. Kijk eens, een olifant in de verte. En we hebben hier ook nog allemaal planten. En hier hebben we natuurlijk de mooie behangetjes. Oh, maar deze heeft mooi relief, wie wil? Oh. Oh, dit is mooi. Oh, wauw. Wacht even. Ik ga meteen naar het rechterhoek. Oh, dit vind ik mooi. Woensdag. Ik ga naar Guusje in Amsterdam. Guusje heeft een dekbed overtrek gewonnen van Essence Home. Dus ik ga met Whitney en Stephanie van Essence Home gaan bij haar filmen in de slaapkamer. En ik heb alles even meegenomen. Dus we gaan ze even bij haar aanbellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, je hebt zelfs wat lekkers. Ja, dat gezellig. Oh, ja, ik was heel benieuwd naar de rest van je huis. Maar volgens mij... Oh, wat leuk. Het is helaas vlog hoor. Is toch leuk? Cute, hè? Ja, je hebt helemaal geen make-over nodig. Je hebt al heel mooi dekbed. Ja, klaar met filmen. En we gaan nu Guusje filmen als ze op het bed springt. Ja. Ja? Dit is zo leem. Nee, het ziet er niet zo uit als we hadden gedacht. Nee. Kijk nou eens. Oh, allemaal gezellig? Ja. We hebben zojuist 2 uurtjes gefilmd. Bij Guusje, hoe ging het? Het ging heel goed. Ja, heel hè? Soepel ook. Ja, je deed het ook hartstikke goed. Dus die Guusje vertelde, of Guusje, Suusje. Guusje vertelde ons net dat ze een verleden heeft als musicalster. Ook nog. Ook nog, ja. Over alle Bart. Zo talentvol. En we zijn veel met Whitney en Stephanie van de Essence Home. En dekbed, je bed ziet er super mooi uit. Dus ik hoop dat je lekker slaapt vandaag. Ik hoop het ook. Ik denk het wel. Wil je Guusje nou volgen? Check dan even onderstaande link. Gaan we even kerstshoppen om de hoek in mijn favoriete bloemenwinkel en cadeautjeswinkel in de Haarlem. Jasmijn met vingers. We hebben hier de eetboom vol met lekkers. We hebben hier, we hebben hier gewoon een broccoli. Ik vind dat het leuk. Oh, die is echt heel gaaf. Kijk, en de hamburger had ik natuurlijk al, maar ik vind de sushi roll. Ook wel leuk. We hebben hier zelfs een groentekas. Die vind ik ook super leuk. En dit is ook wel altijd weer een klassieker. Oké, dinsdag. Ik ga lekker naar Amsterdam. Ik was gisteren al in Amsterdam. Ik heb niet gevlogd. Ik had een hele leuke afspraak met Lotte van Westwing en hopelijk gaan we volgend jaar samenwerken. We gaan vandaag weer naar Amsterdam, want ik heb een heel leuk eventje van Robijn. En dat is een van mijn favoriete kledingboutiekjes, heet Oe Boutique. Zit ook in Haarlem, alleen dit eventje wordt gehouden in Amsterdam. En Tess gaat mee, vriendinnetje Tess, en we gaan lekker lunchen en volgens mij gaan we ook lekker shoppen. Dus, niet verkeerd voor op de dinsdagmiddag. En daar is het. Ja, dag dames! Dit Robijn-evenement bij Oe. Super tof dat jullie er allemaal zijn met zoveel in deze iets kleinere winkel van gisteren. We hebben dit evenement gisteren al.
dan één geheel. Dus die zit nu hierin. Ik ben weer terug van het eventje met Robijn. En ik stond net een tijdje in het pashokje. Maar ik dacht, ik had geen zin om te vloggen. Het was een beetje donker in het pashokje. Maar ik heb dus dit gekocht. Ik heb een hele leuke gin... Of ginsuit wil ik zeggen. Jumpsuit van Stine Goya. Heel erg mooi. Ik laat hem eventjes... Misschien moet ik nog een knoopje open doen. Ja, sexy. Even kijken. Zo. Kijk. Deze heb ik gekocht. Hele mooie jumpsuit. Ik vond hem wel echt wel cool. En kijk, heeft van die leuke... Ik weet niet of je dat een beetje ziet, maar een beetje van die pofmoutjes. Dus ik ben er heel erg blij mee. Dus thanks Robijn. Maar kijk, het is heel erg leuk voor de feestdagen. En ik ga vrijdag weer naar het buitenland. Want ik ga stappen voor een avondje in het buitenland. Dus we gaan een vriendinnetje van mij verrassen. Want het is haar bachelorette. Die vieren we even in een ander land. Voor amper 24 uur. Maar dan heb ik meteen een heel leuk pakkie. Misschien leuke hakjes eronder. Dus ik ben er wel blij mee. Dat was dus tot zover het Robijn-eventje. En drie keer raden wat ik vandaag ga doen. Ik pak even ongegeneerd mijn mobiele telefoon bij. Want ik moet even een muziekje opzetten. Ik zou hem zondag optuigen, maar toen was ik te druk met filmen voor een nieuwe samenwerking. En toen had ik geen zin meer. Dus ik heb hem gisteren, heb ik hem al, of tenminste Manlief heeft hem in elkaar gezet. En ik heb de lampjes erin gedaan. Maar dan gaan we nu de lampjes aandoen en dan gaan de ornamentjes erin. Mijn kisserige kerstornamentjes. Zijn jullie er klaar voor? Komen ze weer. En ik heb weer wat nieuwe gekocht. Dus die ga ik als eerste in de boom hangen. Nou, cool toch? Ik heb altijd problemen met stekkers. Ik heb altijd te veel snoeren en te weinig stekkers. Dus ik ga nog even deze erin doen. Want er komen onder de boom komen deze knappers weer. En ik krijg elk jaar van jullie allemaal zoveel reacties waar ze vandaan komen. Deze zijn al heel oud, misschien al meer dan 15 jaar oud. Die heeft mijn moeder ooit bij de VND gekocht. Die... Tip voor onder de boom, we hebben natuurlijk een kat. Onder de boom doe ik altijd ornamentjes die onbreekbaar zijn. Kijk, deze heb ik vorig jaar gekregen voor vrienden. Dit is de doos met de grotere ornamenten. En een van mijn favorieten is natuurlijk de hotdog. En zoals je ziet, ik hou alles netjes in de doosjes. Je kan ze bijvoorbeeld ook in zo'n kerstballendoos doen of wat ik hier heb. Kijk, dit zijn de iets minder mooiere en duurdere of iets minder dure ornamentjes. En hier zijn wat duurder. Dus deze heb ik, hou ik eigenlijk nog altijd in een doosje. Hier goudvissen. Is ook wel heel gaaf. En mooie ornamentjes. Dit is de kip. Vond ik ook wel heel gaaf. Kijk, een pauw. Deze heeft mijn moeder ooit voor me gekocht. En die wilde ze zelf ook. Alleen, we kunnen hem jarenlang al niet meer vinden. Dus mochten jullie precies zo eentje vinden. Volgens mij is het bij de Intratuin gekocht. Stuur me even een berichtje. En dit is de doos met ornamentjes die ik al best wel lang heb. Kijk, kinderke Jezus. Jezus, man. En we hebben hier... oh, gaat iets kapot? Nee. Nou, sneeuwmanetje. Deze vind ik geniaal. Kijk, de augurk. Deze is nieuw. Die heb ik vorig jaar gekregen. Die komt van de Albert Heijn. Een stukje taart. Vind ik echt super leuk. Champagnefles. En ik vind deze ook nog altijd zo... Oeh! Zo ontzettend leuk taartje. Maar u verder. En hij staat. Wat nieuwe bewoners. Van de kerstboom. We hebben natuurlijk het sushi rolletje. Wat nieuw is. Vorig jaar hebben we die erbij gekregen. Mams gaat elk jaar naar kerst voor me shoppen. Oh ja. De flamingo. En ja, hier hangt de broccoli. Zien jullie dat? We hebben hier natuurlijk patatje. Deze zijn ook nieuw. Deze, de Ugly Christmas Sweater. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Donderdag. Ik ga
ga ik mijn kerstboom fotograferen? Gaan we even mezelf portretteren bij de kerstboom. Ik ga hem even neerzetten. Het is dinsdag. Dinsdag alweer. Ik ben vanochtend naar Den Haag gegaan. Want ik had een brainstorm met mijn mediabureau, Adfacten en mijn management. Hello Sparkle zitten bij elkaar. En heb ik niet gevlogd. Altijd leuk om te zeggen wat ik heb gedaan. En zeggen, oh, ik heb niet gevlogd. Maar vandaag heb ik een drukke dag. Ik heb eigenlijk net een tukje gedaan op de bank. Omdat het een beetje vroeg was. Ik ben extra vroeg opgestaan vandaag. Omdat ik nog even wat moest doen. Tikken. En toen naar Den Haag. En ik ben net terug. Ik heb even een tukje gedaan dus. En ik ga nu naar het volgende event. Wat ik heb met Yaya. Ik host samen met Yaya een eventje. En Yaya is dat leuke merk waarvoor ik onlangs bij Marlotte heb binnengekeken in Amsterdam. En de tweede samenwerking, althans dit was al de derde. Op het begin van het jaar hebben we ook wat gedaan. De derde samenwerking is dus een heel leuk kerstig eventje met 16 vrouwen. Pers, waaronder ook nog een aantal interieurbuddies van mij. In de winkel van Yaya, de leuk kerstetentje. Ik ga wat vertellen over de kersttrends en daarna gewoon superveel lekker kletsen en eten en snoepen. En wie komen er sowieso? Nou, Suzanne komt van NSUS, Sanne komt van NSTL, Marina van Film Woongeluk en Soraya van Binti Home, uiteraard. Dus die komen sowieso en de rest ken ik eigenlijk niet, maar dat is waarschijnlijk van bladen en andere sites. Dus, maar voordat dat gaat gebeuren, gaan we nog... Wordt onze haar gedaan. Kijk, mijn haar zit niet. Want ik heb ook nog een regenbui over mijn hoofd gekregen. Maar hier om de hoek blijkt bij mij een hele leuke kapper te zijn. Een kapsalon. En gaan ze onze haren doen. En om 6:30 gaan we lekker eten. Dus ik word even in de watten gelegd. Goed begin. Goed begin van de week. We hebben hier Sanne. Sanne krijgt nieuw haar. Ja. Hoeveel haar zit er nu in? Ik weet niet. Hoeveel haar heb ik nu erbij gekregen? 4 matten. Nou. Is het? Staat je goed? Hallo, daar komt de volgende. Het is gewoon multifunctioneel dit. Oh, kijk eens hoe mooi Soeraya eruit ziet. Oh, kijk eens hoe mooi Soeraya eruit ziet. Wauw. Mooi hoor. Ja, love it. En zelf in de stijgers gezet. Ik heb net natuurlijk een mooi make-upje. En we gaan zo bezig met mijn haar. Nou. En het principe van een hairdress is dat hij in je kast hangt, naast je jurk. Oh ja, ja, dat is leuk. Aan het kaststokje. Ja. Je krijgt dus haar. Leuk. Je krijgt dus ja. Extra haar. Krijg jij dit erbij? Ik krijg een marmot in mijn haar. Ja, ik krijg een marmot in mijn haar. Kijken. Oh, of je een goede maat is van je haar. Dat kan ook zo zijn dat hij wat kleiner moet. Want hij zit nu. Nou, wat mooi. Nou, we zijn klaar. Tada. Maar die zorgt ervoor dat je een beetje dat gevoel krijgt als je je haar toepikt. Hij maakt het een beetje stug, maar hij fixeert hem ook. Dus hij zorgt ervoor dat je haar de hele dag lekker in model blijft zitten. Ongelooflijk. Dus dat is echt zo leuk. Ik zou het nooit bij mezelf doen. Ja, ja. Met je jurk. Nou, kijk eens hoe mooi Marina eruit ziet. Wil je me even draaien? Ja, alleen ik heb een jurk is van niet van de ja, ja. Volgens mij. Nou, dan knippen we dit filter eruit. Het is goed geïnstrueerd. Zullen we nog even niet gaan? Wat doen we? Een beetje het gebruik van natuurlijke materialen en aardse tinten. Kerstboom wordt er ook gespeeld met contrasten en met vorm, kleur en materialen. Dus je ziet ook heel veel, nou ik zie hier een geweldige neushoorn, draaibaar materialen. En natuurlijk met heel veel kaarsjes, dat is natuurlijk wel heel gezellig. En met leuke gezelschap, zoals vandaag. Is dat waar? Ja, dankjewel. Ja. Nou ja, en mochten jullie vragen hebben tussendoor. Ja,
Ik heb net goed allemaal. Ja, ga je hem even openmaken? Ja? Ja. Ik ben heel benieuwd wat er bij jou in zit. Unboxing. Ja, je wordt van alle kanten gevlogd, hè? Een soort druk, dat het heel snel. Nou, ook. Oh. Nou, wat een ontzettend mooi. Ik ga hem ook openmaken. Hoor hier. Jij ook? Jij ook? Ik vind het echt mooi. En volgens mij, ik heb een hele nieuwe kans. Chillen. Wauw. Heel mooi. Oh, vriendschap. Yes, yes, yes. In. Ik ben er echt super blij mee. Moet kijken. Ik ben echt super blij met mijn haar. Het is gewoon nep haar, hè? Maar het voelt echt als echt haar. En ja, jongens, het was een beetje lang deze vlog. Maar dit was de laatste vlog van 2019. Dus ik wilde nog even alles, of niet alles, want ik heb daarna nog wel dingen gedaan. Maar dat zien jullie in de vlog in januari. Maar hij is een beetje lang, maar wel weer vol kerstinspiratie. En vond ik weer een hele leuke vlog. Duimpje omhoog, vergeet niet te reageren en te abonneren. En vrijdag staan er 2 vlogs online. Of video's eigenlijk. 1 video, extra video en een slaapkamer makeover van Swissense. Dus dan zie je eindelijk het eindresultaat in Rotterdam. Dus vrijdag weer kijken. Doeg!